We zijn hier vandaag in St. Parks en Mol met de 12 kersverse finalisten van Mr. Gay Belgium 2018. Tijd om ze beter te leren kennen. Dag Jordi. Dag Jamie. Stel jezelf eens voor. Ik ben Jordi de Boer, ik ben 19 jaar. Ik ben een afgestudeerde apotheekassistent. En ik studeer momenteel biomedische laboratoriumtechnieken. Maar om mijn echte passie te volgen, ga ik in mijn tweede semester switchen naar modetechnieken. Oké, tof. Waarom deelnemen aan Mr. Gay Belgium? Voor mij was uitkomen niet echt een struggle, maar ik ken eigenlijk mensen, een goede vriendin van mij, zij is transseksueel. En het moment dat ze gaat uitkomen, wordt ze buitengesmeten door haar Turkse familie. En dat is eigenlijk een probleem tegenwoordig van, we hebben die religies nog altijd. En in een religie is het altijd familie komt eerst. Maar vanaf dat iemand uitkomt als homoseksueel of transseksueel, dan is dat opeens gedaan. Dan staat familie niet meer op de eerste plaats. Oké, goed. Je bent de jongste van de groep. Denk je dat je opgewassen bent tegen de oudere kandidaten? Ik ben de tweede jongste. Maar ja, ik ben misschien jong, maar ik heb wel nog veel ervaring. Ik heb ogen in mijn hoofd. Ik kijk rond en ik zie wat er gaande is in de wereld. Oké, tof. Ik ga wel andere vragen stellen. Wat is jouw droomvakantie? Een zonvakantie aan het zwembad met een cocktail. Enig idee waar? Och, in een tropisch land, maar ik hou ook wel van avontuurlijke vakanties, met een tent of zo. Oké, okay. Stel je voor, binnen 10 jaar, waar zie jij jezelf staan? Binnen 10 jaar? Volgend jaar misschien als ambassadeur, maar binnen 10 jaar zou ik wel een ontwerper willen zijn, mijn eigen kledinglijn, ook eventueel LGBT. Ja. Oké, okay. Om af te sluiten, heb je een bepaalde levensmotto? Go big or go home. Oké, okay. Dankjewel Jordi.